Dag beste YouTube mensen, welkom bij aflevering 21 van mijn Minecraft overlevingsgids. En vandaag gaan we binnen blijven. Ja, we gaan nergens naartoe. We blijven hier gewoon binnen. En we gaan drankjes brouwen. Ja hoor, dan moet ik eerst een brouwstandje maken. 6, ja, oké. Dan nu. Blaze-stokjes hebben we nodig. Dat is het voorlopig. Nou, ik heb hier een afvalverwerkingssysteem gemaakt. Oeps, dat moet ik nog even terug opvullen. Hier kan ik gewoon allemaal afval ingooien wat ik niet nodig heb. Zal ik bijvoorbeeld hier van die bordjes af. Kan ik ze gewoon weggooien. Hier is mijn brouwstandje. Hier heb ik 3 stukjes water naast elkaar. Hier water gegoten, daar water gegoten. Als ik hier nu uit het midden pak, dan blijft het ook vol. Oneindige voorraad water. Nu maken we eerst 2 brouwstandjes. 3 stukken keisteen. Een blazerot erop. En je hebt 2 brouwstandjes. Gaan we die even neerzetten. En zoals jullie zien heb ik mijn meloenen ook al gezaaid. En al geoogst. Wat hebben we dan nog nodig? Glas hebben we nodig. Ja. Hetzelfde als een emmertje. Zo. En we krijgen glazen flesjes. Nou, die kunnen we dan weer vullen met water. Zo. Hangen we die flesjes daaraan. En we kunnen beginnen met brouwen. Nou. Nu hebben we gewoon waterflesjes. Daar hebben we nog niks aan. We hebben hier je ingrediënt. En hier is het resultaat. Dus je kunt met elk ingrediënt kun je tot 3 drankjes maken. Daarom kun je het best ook alle 3 vullen. Dan haal je er het meeste uit. Nou, je gooit de netherwart, gooi je hier bovenin. Je ziet hier aan een pijltje hoe lang het nog duurt. Als je dat doet, dan heb je je basisdrankje. En van daaruit kun je alle drankjes maken die je wilt. Zie je, nu heb je awkward potion, oftewel vreemd drankje. Nu is er nog een waterflesje en hup, no effect staat er ook. Nou, dan ga ik bijvoorbeeld ga die even eruit halen. Dan kan ik wat verschillende drankjes maken. Bijvoorbeeld hebben onze gouden blok. Daar maken we even wat gouden tandjes van. Dan hebben we een meloen. Laten we er 2 doen. Doen we daar die gouden tandjes omheen. Oh. Ik heb er dus maar 1 nodig. Ja, 2 nu, omdat ik 2 meloenen heb. Zo. En je krijgt een glinsterende meloen. Nou, wat kun je daarmee? We gooien een glinsterende meloen erin. Hier ook eentje. Even wat extra ingrediënten verzamelen. Zo. Instant health. Potion of healing. Dus drink ik dat, dan komen we er weer hartjes bij. Nou, met redstone kun je het effect verlengen. Dus dan zal het langer duren. De meeste drankjes duren 3 minuten, met redstone erbij 8 minuten. Maar dit is een direct effect, dus dat gaat niet over tijd. Maar je kunt wel het effect versterken. Dus met redstone verleng je het effect. En met glowstone
versterk je het effect. Nou, dan heb je ook nog iets waar je het effect mee kunt omdraaien. En daarvoor heb je paddenstoelen nodig. Even wat rotzooi wegleggen. Dat ruim ik straks wel allemaal op. Wat hebben we nog nodig? Spinnenogen. En suiker. Nog even wat extra suiker maken. Nou, wat doen we? Suiker. Spinnenoog. En een bruine paddenstoel. Maakt niet uit in welke volgorde je ze neerzet. En je krijgt een fermented spider eye. Nou, daarmee kun je het effect omdraaien. Dus we hebben hier, nu is het instant health 2. Omdat ik er wat glowstone dust had bij gedaan. Bij deze nog niet. Dan doen we het maar. En dan doen we een fermented spider eye erbij. En daarmee keren we het effect om. En wat krijgen we dan? Een drankje waarmee je schade toebrengt. Nu, let wel op. Het werkt omgekeerd bij zombies en skeletten. Omdat die al, zeg maar, ondode vijanden zijn. Doe je hun de schade aan door een leven te geven, uiteraard. Instant damage. Nou, dit is nu een drankje. Dus dat kun je drinken, maar waarom zou ik dat drinken? Dat zou nogal stom zijn. Dus dan doen we daar wat buskruid bij. Buskruid van de creeper. En dat maakt een drankje, verandert het in een soort handgranaat. Dat je ze weg kunt gooien. Nou, hier hebben we onze potion of healing. Wat gaan we nu maken? Oh, ik heb nog wel een ideetje. Zo. Twee worteltjes. Ja, nu moet ik wel. Nu heb ik wel nog wat meer nodig. Zo. En we hebben gouden worteltjes. Lekker. Nou, nu is het een splash potion. We gaan ze straks ook nog wel testen. Zo. Een gouden wortel. Hier ook een gouden wortel. Dan gaan we nog een spinnenoog maken. We hebben al een spinnenoog, maar een speciaal spinnenoog. Dan hebben we hier Potion of Night Vision. Keren we het effect om, krijgen we een onzichtbaarheidsdrankje. Nou, hier zie je Night Vision 3 minuten. Gooien we wat redstone bij. En dan verandert de Night Vision 8 minuten. Dit is Night Vision en nu hebben we onzichtbaarheid 3 minuten. Kunnen we wat redstone erbij gooien? Hebben we 8 minuten? Waarom niet? Zo, Night Vision 8 minuten. Splash Potion. Onzichtbaarheid. Je kunt van elk drankje kun je ook gewoon een drankje maken wat je kunt gooien. Dus een granaat. Maar hoeft niet per se. Kan wel. Wat kunnen we nu nog maken? Ja. Slijmbal nodig. Dan maken we van die blaze rod. Blaze powder. Doe er eentje. Slijmbal erboven en dan krijgen we magma cream. Nou, dat kun je dus ook krijgen van die magma cubes. Alleen, dat is nogal zeldzaam. Ik heb er geen gekregen, dus ik maak ze maar. Gooi je dat erin. En wat kunnen we hier nog doen? Oh ja. Die. Je kunt ook blaze powder erin gooien. Oh oh, staat hier nu de boel in brand? Ja hoor.
dan moet ik iets doen aan mijn afvalverwerkingssysteem. Dat is niet goed als mijn hele huis erdoor afbrandt. Dat is niet de bedoeling. Zo. Nou, wat hadden we hier? Met suiker. Potion of Swiftness. Dan ben je dus sneller. Ik weet niet of ik het ook kan versterken. Ja dus. Nou, gooi er een spinner ook bij en dan krijg je een Potion of Slowness. Dan word je dus langzamer. Hier was de Magma Cream in en dan krijgen we Fire Resistance. 3 minuten. Dat gaan we wat verlengen. Zo. Speed 2. 1 minuut 30. Gaan we het wat verlengen. Zo. Want als je het nog sterker maakt, dan wordt de tijd wordt ook nog iets korter. Fire Resistance 8 minuten. Zo. Speed 8 minuten. Oh, speed 8 minuten, maar het is niet meer speed 2. Als ik dit erbij doe, wat krijg ik dan? Moet ik hem misschien eerst verlengen en dan versterken? Of misschien krijg ik nu weer gewoon 1 minuut 30. Dat je moet kiezen. Of speed 8 minuten of speed 2 1 minuut 30. We zullen zien. Ja, 1 minuut 30. Je moet dus kiezen. Nou, mijn flesjes zijn even op. Je kunt ook nog blaze powder erin gooien. En dan krijg je een potion of strength, van kracht. Dan doe je dus meer schade met je zwaard en zo. Maar we gaan dit alles even testen. We gaan eens even testen wat we nu al allemaal gebrouwen hebben. Nou, even zo. Doen we dit even uit. Een drankje van onzichtbaarheid. Gewoon rechtermuisknop inhouden. En als het goed is, ja hoor. We zijn onzichtbaar, dames en heren. Nou, als je echt onzichtbaar wil zijn voor je vijanden, dan moet je ook je harnas uitdoen. Hier zie je hoe lang het duurt. We gaan even onze handgranaat testen op meneer Creeper. Potion of Harming. Vangen. Nou, dat werkte ook. Dan hebben we nog Potion of Fire Resistance. Nou, hier had ik even wat lava aan de kant gelegd, omdat ik water nodig had in mijn emmer. Zo, als het goed is, kan ik nu gewoon in de lava. Ja. Je ziet me wel branden, maar het doet me geen pijn. Ook heel handig. Dan hebben we nog de Potion of Swiftness. Zie je, ik loop nu al een stuk sneller. En als ik sprint ben ik nog sneller. Even in het water duiken. Even het vuur blussen. Zoals jullie zien ben ik heel erg snel nu. Ik weet niet of dat me ook sneller vermoeit. Ik ben een heel snel rennende diamantenbroek. Klopt hier helemaal niks van. Nu met een zwaard erbij. Jeeha! Zo, daar krijg je wel honger van. Zo, fonteintje. Nou, hoe laat is het?
Nog geen tijd. Ik wou dat het nacht was, dan kon ik mijn night vision potion gebruiken. Nou, we gaan mezelf eens pijn doen. Waarom? Om te laten zien hoe een potion van healing werkt. Of ja, dat weten we wel. Nou, er zijn nog veel meer recepten, maar dit zijn eigenlijk de basisrecepten die je ook het meeste zult gaan gebruiken. Wil je alle recepten zien? Kijk dan maar eens op de site van Minecraft Wiki. Daar vind je alles wat je moet weten over Minecraft. Echt alles. En daar vind je dus ook alle recepten die er zijn. Nou, doe jij maar pijn. Zie je, het duurt toch even voordat hij me ziet. Kom, wel raak schieten, hè. Doe nogmaals. En nog eens. Give it to me. Nog eens. Oké, dat is genoeg geweest. Nou, drinken we dat. Hup, en ik heb mijn hartjes weer terug. Nou, nu hebben we nog een drankje van Night Vision. Ja, dat duurt nog een halve dag. Nou, ik ga de tijd even veranderen. Dan kunnen jullie het zien. Time set. Zo. Nou. Nu is het nog donker. We drinken het Night Vision Potion. En het is gewoon alsof het dag is. Waarom nu in één keer alles in brand vliegt. Die lava die ligt er toch al even. Nou, dit is dus mijn nachtzicht drankje. Het is gewoon alsof het dag is. En ik denk dat ik al mijn drankjes heb gebruikt. Ja. Nou. Dat ziet er ook leuk uit. Hahaha. Ha, ha. Hoe lang ben ik nog eigenlijk onzichtbaar? Nog bijna 3 minuten. Eeuw, dat doet pijn. Nou, dat was het dus denk ik. Ik heb jullie laten zien hoe je een hele hoop verschillende soorten drankjes maakt. Ik zal zelf ook nog wel een voorraadje maken voor in de toekomst. Hier hebben we glowstone gebruikt voor het licht. Hier moet ik wat anders voor verzinnen. En dat was het wel, denk ik. Ik zeg, tot de volgende.